Doe maar een interview met opa. Nee, dat hoeft niet. Hoeft niet? Ja, nee, met opa niet. Zo tegen de kerst met die baard, dat is mooi. Nee. En eigenlijk heeft niemand dat, nee, maar. Heb ik hem korter maken, hè? Laat ik hem korter maken. Japan, here we come, Japan. En look sharp. Top. Van Edgar Davis, Manta. Mooie jongens met die mooie kleren aan hebben. Ja, zie ik toch dat het mooi is. Ja, en dat hebben ze heel veel niet aan. Iedereen zit dan. Leer. Maar ja, ik hou van. Ik heb wel iets apart. Ik vind het wel vet. Fans hebben met this one. Nobody wears it, only me. Dat is actief. Ja, 2 jaar geleden heb ik tegen Karapet gevochten. Hij was toen al een hele goede vechter. Altijd al geweest. En hij is alleen nog sterker geworden. Ik train bij een goed team met goede jongens. Dus ik verwacht dat het een harde wedstrijd wordt. Ik denk dat het een lastige vechter is. Want het is een onorthodoxe vechter. Hij doet zijn handen laag houden, veel bewegen. Vanuit niks in te stappen met een trap en een stoot erachteraan. Dus heel moeilijk om te bevechten. Ik denk dat hij een hele zware eerste wedstrijd gaat krijgen tegen Jozef Valtellini. Dus ja, hij is nog ongeslagen. Dus ik heb meer ongeslagen jongens verslagen. Dus komt goed. Jozef Valtellini, ja, een goede vechter. Ik denk dat het ook wel hoge ogen gaat gooien. Dat doet hij al. Hij ziet er goed uit. Hij vecht hard. Hij heeft een goede karakter. En wel een jongen waar ze graag naar kijken. KO's. Ja, een jongen voor de toekomst, zeker. Dat wordt een hele goeie. Maar deze keer nog niet? Maar deze keer nog niet. Ik zou eerst moeten leren. Ik vind het natuurlijk super fijn als je wint en je ziet dat je tegenstander gehavend is. Dat hij dikke ogen heeft of zo. Dat is gewoon mooi. En dan heb je het toch aangericht met je vuisten. Daarom ben ik ook gaan boksen. Ik vind boksen heel leuk. Dat is alleen maar op het hoofd. Ik heb dit jaar 4 partijen. Ik ben dit jaar gestart met 4 profboxpartijen. Ik heb ze alle 3 gewonnen op KO. Bijna allemaal op de lever. En 2 op het hoofd. Dus ja, lever en op het hoofd vind ik wel het leukste om ze daar te raken. Ja, ik train eigenlijk hetzelfde als bij het kickboksen. Gewoon keihard. Veel ronden sparren, veel ronden spetsen. En ja, ik doe altijd dezelfde soort trainingen. Ik hoef niet aan te passen wat goed is. Iets wat goed is, is goed. Goed is goed. Ja, Tokio is net een andere wereld en de mensen zijn anders natuurlijk, zien er anders uit. Ze kijken heel anders naar het boksen en kickboksen als ze in Nederland bijvoorbeeld doen. Mooie hoge wolkenkrabbers. Dus ja, top. Japan is top. Future. Japan is future. Ik denk dat ik de beste vechter ben van heel de wereld en daarom sta ik ook op nummer 1. En daarom ga ik dit toernooi winnen. Dagen daarvoor doe ik een beetje relaxen met mijn kinderen, wat computeren, filmpje kijken. En dan vliegen naar Japan toe, hotelkamer wachten, een beetje eten, persconferentie, fotoshoots. En dan rijd ik de rumble. I don't know if they were fans, but they saw my name. My name was in my name, my nickname from the PS4 is Nicky9083. And I was playing with guys from Amsterdam. And they say, you are not Nicky Hoskins, right? I say, yes, I am. They say, okay, we know you. I say, okay, welcome to my game. Mr. Graphics guy. Are they going kaboom? All right. They can. Finished. I'm dead. Only in the game. Only in the game. Not in the fight. And forward up. Can you keep this one? Give it to me. Give it to me. Ja, 5 minuten warming up en dan gaan we gewoon een complexe methode. Om even een combinatie te doen. Ja. Ja? Ja. Oké. Dit is de wedstrijd tenue van Nicky Hulske
gedragen tijdens wereldkampioenschap in Eindhoven 2 jaar geleden. Dezelfde tegenstander ontmoet hij binnenkort in Japan. Veel succes, Nicky, je bent de beste. Laat het zien. It's the real deal. I'm clean and mean. Ja, Ramon Dekker. Ik keek heel mijn leven tegen hem op sinds ik kickboksen. En vind ik nog steeds de allermooiste en hardste vechter die er ooit geleefd heeft. Ik heb altijd met hem getraind, de jaren 5-6. Het was heel goed gegaan. Laatst zijn we uit elkaar gegaan. Dan ben ik voor mijn eigen begonnen in Helmond ook met Team Holske. Slash Golden Glory. En, de allereerste keer in Japan ging ik met hem, vocht ik met hem in Japan, dat ging heel lekker. En, ik heb hele mooie herinneringen aan hem. Hij was een hele lieve jongen. Spontaan, heel openhartig, warm. En, jammer dat hij niet meer is, een jongen verloren gegaan. We zijn hier bij onze winkel, Little Diamonds, genoemd naar Ramon Dekker, omdat hij de diamond was. Deze winkel is van mevrouw en mijn schoonmoeder. En ik en mijn schoonvader heb ik geïnvesteerd en wil ik het runnen. Maar het loopt heel goed en ik ben er blij mee en trots op. Hey, kom! Staat hij met dingen zeker? Ja, familie, dat is bij mij nummer 1. Dat is nummer 1. Kinderen, mijn vrouw en mijn gezin. Mijn eigen familie, schoolfamilie, is gewoon staat op 1. Ja, Golden Glory was altijd voor mijn het team. Dat zaten alle grote vechters zaten bij Golden Glory. En ik ben er toen bijgekomen. Ik was de eerste 70 kilo vechter die ze hadden onder contract. De rest waren allemaal zwaargewichten. Daar ben ik ook sterk van geworden dat ik altijd met zwaargewichten gespart heb, zoals Alistair Overeem, Gogan Saki, Errol Zimmerman, noem maar op. Ja, en Golden Glory zal toch altijd in mijn kop blijven als de sportschool die mij toch gebracht heeft naar het punt waar ik nou ben, zeg maar, samen met mijn schoonvader, Chef Weber. Be prepared at Glory World Series 13, I'll be too.